zondags tegen 1:30 stonden mensen heel gedwee voor de hoofddeur van het ziekenhuis te wachten. Het was het uurtje van bezoek. De een bracht lekkers die een boek om het leed van die der lagen te verzachten. Zondags tegen 1:30 moe nam kleine Tommy mee om haar Stientje in het gasthuis te bezoeken. Tommy, jongen, kijk goed uit, koop voor zusje maar wat fruit bij het ziekenhuis daar ginds op een der hoeken. Huis begon, stond een fruitkar in de zon en een vrouwtje met een omslagdoek erachter. 3 voor een duppie, riep ze luid. Hij koos 2 mooie appels uit, niet de dikste, maar 2 donkere, 2 zachte. Gasthuis ging het niet vlot, de portier had streng verbod, want de dokter sprak van koorts en slechte nachten. Moe met zorgelijk gezicht, luistert stil naar het bericht, mocht haar Stientje even zien, Tommy moest wachten. Naar huis gaan vroeg Tom toen, wat moet ik met die appels doen? Eet maar lekker op, je hoeft ze niet te sparen. Eet maar op, ze zijn zo zacht. Tom zei niets, maar Tommy dacht, ik zal die appeltjes voor Stientje goed bewaren. Zondag kwam, moeder Tom niet medenam. Toen begreep hij al meteen, dat is geen goed teken. Een week later vroeg haar Tom, wanneer komt Stientje nou weer om? Bij die vraag zag hij zijn moedertje verbleken. Nog langzaam in haar doen, ruimde de speelgoedplank en toen, het was 4 weken nadat Stientje was gestorven. Wat haalt ze huilend voor de dag, uit de hoek waar Tommy speelgoed lag, 2 appeltjes, verschrompeld en bedorven.